Last van files heeft hij niet. Als het weer een beetje meezit, gaat Gentenaar Stefan Streulus naar zijn werk, jawel, per kajak. Zo vaart hij van de Dampoort naar Palinghuizen, waar hij ecologisch tuiniert op de Westerbegraafplaats. Dat is heel plezant, hè? Er is hier heel veel natuur. Er zijn hier reigers, zeilschovers, eenden. Er is hier van alles om te zien. Het is rustig, geen verkeer. Dat is ideaal, hè? Ideaal. Gezond en milieuvriendelijk naar het werk. Alleen is er een minpuntje. Op weg naar het werk komt Stefan één groot obstakel tegen, de Tolhuissluis. De afstand tussen twee kaaimuurtrappen is heel groot, 200 tot 220 meter. Ik moet dan die kajak uit het water trekken en over het voetpad stappen tot aan de andere trap om hem daar er weer in te steken. Dus eigenlijk ook veel tijdverlies en uitzonderlijk veel moeite. Door de sluis varen gaat, als je op tijd de sluiswachter verwittigt per marifoon. Maar 's morgens vroeg lukt dat nog niet. En bij andere sluizen in de stad al helemaal niet. Daarom stelt Stefan voor dat er werk gemaakt wordt van een systeem dat hij zelf uitgedokterd heeft en het leven van de kajakkers in Gent moet vereenvoudigen. Kaaimuurtrappen die heel dicht bijeen liggen met een opstap en ook een glijbaan en een kajakglijbaan en het buitenlooppark. Klinkt heel duur. Dat is helemaal niet duur. Dat is heel gemakkelijk te ontwikkelen. Zelf door een school die metaalbewerking doet, dat zou een leuk project zijn om scholen daarbij te betrekken. Hè. Het systeem zou het kajaktoerisme een duwtje in de rug kunnen geven, denkt Streulus. SPA'er Bruno Matthijs legt het vanavond voor aan de gemeenteraad.